Hallo YouTube, mijn naam is Zombie on the Scumbag, of Skullcrusher. En welkom bij meer Crash Bandicoot 2, dat is straks back. En we gaan verder bij Crash Crush. Eens kijken of we dit ook volledig kunnen krijgen. Dus kristal en de gem. Oh nee, ik weet al wat dit gaat eindigen. En als ik... Oh gelukkig. Nee, ik dacht even dat het een ander level was. Ik kom later pas. Het is secret area. Dat is hier nog niet. Het is gewoon weer een bowlingbal waar ik als waar sneeuw. Oh man. Geluk. Door. Mis. Ah. Nou, ga je hier af op die boost, die appels. Wat je gewoon doet, je gaat hierin. Voor de extra boxen. Slide. Een slide en jump. En dat ging me net goed. En je gaat hier terug. Naar die splitsing. En je gaat weer door. Checkpoint. Slide. En go. Nee. Oh shit. Oké. Boost. Ik dacht even dat het bij mij was. Zoals die. Over. Ik slide. Hit it. Leuke animatie van Crash. Als hij valt. Goed. Extra leven. Nice. Ik zit al op 58. Snatjes. Oh nee, shit. Slide. Ah, goddammit. Nee. Ik moet ook even weer onthouden waar alles zit. Die landmijnen. Oh shit. Zijn er splinterkliek, zijn er splinterkliek. Bonusrang. Dus eigenlijk is het best wel simpel. Slide, jump, extra leven. En splash. En hier weer terug onderdoor. Die extra appels. En om naar de overkant te komen. Oké. En dit vind ik altijd leuk om te doen. Gewoon, goddammit. Ik wil eigenlijk zeggen, dit doen. En het heeft het alweer verpest. Ik te ver naar voren. En dan. En splash. Hey, een extra leven erbij. En we boxen natuurlijk. Crystal. En boxen. Extra leven. Checkpoint. En go. Ja, dus eigenlijk is het best wel makkelijk, vind ik eerlijk gezegd. Gewoon heel vaak die speedboost gebruiken en zoveel mogelijk mijnen zien te ontwijken. Ja, natuurlijk ook de Nitro, maar ja, als je de Nitro raakt, dan ben je automatisch dood. Ja, dat is logisch. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Stop. Stop, go. Nee. Nee. Crap. Nou, dat was ik vergeten. Dat je die body slam dan moest uitvoeren. Vandaar ook die boosts hier van tevoren. Dus zo ver mogelijk naar voren te brengen voor de boost. Oké, okay, slide. Oké, go, go, go. Oké, spin. Body slam die. Spin, spin. Get him! En daar is een jump, dank je. En dat mijn crash crash complete. Op naar de eel deel. Even zo snel. Kom op. Nice. We hebben even geen tijd voor happy dances. Op de door. De eel deel. Daar heb je hier een groene gem. Zo even laten zien hoe je eraan komt. Het is eigenlijk simpel. Ik vind het best wel sneaky bedacht van Naughty Dog. Oh nee. Ik zag de aal te laat. Goddammit. Oh shit.
recht op mij. Spin. Fucking. Wat zijn dit eigenlijk? Gemuteerde ratten, halve robot ratten. Weg hiermee. Oké. Normaal zou je denken. Hier, empty room. Alleen deze box breken. Nee, je gaat hier doorheen. En dan kom je bij een death route. Soort van. Ja, ik vind het, ja, ik noem het een death route vanwege al deze obstakels. Wat bijna onmogelijk is om langs te komen. En hier is de green gem. Oké, okay, daarom pak ik het op. Oké, go, go, go. Nice. Just jump. Oh, gaat nog goed. Gaat nog goed. Oh nee. Nu. Dit is vervelend. Oh, gelukkig. De weg terug. Dat vind ik het vervelendste van die Nitro, want ik zie ze dan niet goed staan. Oké, okay, niet doodgaan, niet doodgaan, niet doodgaan, nog niet, nog niet. Checkpoint. Yeah. Bonus hand. Dus als het goed is, heb je er nu 22. Ja, als je die Nitro hebt, krijg je eigenlijk iets minder, maar... Je krijgt het er vanzelf voorbij. Dus als je ook de stomme fout hebt gemaakt, dan zeg ik, zou je daar 22 moeten hebben. Dank je. Spin. Ik heb geen zin in die appels. Ja, ik weet niet wat het is, ik heb een beetje last van mijn keel. Ik record vroeg in de morgen, vind ik het fijnst om te doen. Spin! Oké, okay, nice. Hier in voor de... Yes. Oké, okay, quest. Crystal en de box. Dank je. En extra leven. Oh, niet. Nog geen extra leven. Flower. Oh, toch wel. Door spin. Extra leven zie je. Echt wel wat ik wil. Soms. Maar dat wou ik niet hebben. Sewer rats. Oké. Okay. Laat ik hem hier van boksen breken, maar. Zal mij wel benieuwen. Oké, okay, door. Door, 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 door. Wachten. En door. Ah, kom op. Dat was ook lekker slim. Ja, ik heb 60 levens om het goed te doen. Dat is alle tijd. appels. Oh. Nee. Oké, okay, go. Oké, 61 leven is nice. Aha, gotcha. Fucking sewer rats. Break. Dat zoek ik nergens op. Break, en break, en break. Oké, nog eentje. Break. Appel. Oké. Okay. Alle appeltjes. Maar meestal doe ik spin eerst deze boxen. Ik krijg de nitro, dat neemt er eerst en dan de checkpoint. Ik ga voor mij makkelijker. Dan gewoon in één week door mocht ik doodgaan. Wat vaak zou gebeuren. Ga door, ga door, ga door. Yes. Oké, okay. Ja, langs. Oké, ontwijk deze. Spikes. Zijn er heel veel dingen.
I'm going to go on spikes. And get the gem. And that makes the ideal complete. Yeah, it's getting rather good, eh? All two morphums complete. We'll have to check. 8 crystal. The normal gem. And the green gem. En nee, ik hoef geen chat. Ja, ik skip altijd graag die chats, want het wordt anders veel te veel. Ja, air crash komen we nog op terug. Dus we gaan nu ons zijn. Of toch niet? De light crash. En het was geloof ik de Komodo Brothers. Ja, de Komodo Brothers. Oh, Boom kijkt op mij. Zijn jullie klaar? Nee. No. Dat zijn twee krokodillen. Zie je de Komodo Brothers? Het is echt simpel, je wacht tot die kaas met spinnen en je slaat hem en je gaat tegen de muur en knalt tegen zijn broer aan. En dan gooit hij zwaarden en dan moet je gewoon even wijken. Niet lastig. Hij staat je eigenlijk als het ware gewoon maar aan. En als je te dichtbij komt, dan slaat hij je. Ja, ik was er. Ja, ga maar gooien. Oké. En dus zijn laatste stage is gewoon, hij gooit zwaarder terwijl hij aan het spinnen is. Dat is gewoon simpel, spin en dood. Happy dance, Crash, happy dance. En dat was Komodo Brothers fight. Warpoint 2 complete, deels. En op naar Warpoint 3. Sewer room, geloof ik. Ah, fuck die intro's. Ja, plant food dan maar. Let's go. Kom terug, jij. Uitspit. Oké, dat ging goed. Allee op. En spin. Oké, hier is weer die timer. Doe, ja, als je wil. Oké. Dit is ook een goed voorbeeld. Als je doodgaat waar die timer bezig is, krijg je de timer ook niet meer terug, dus dan moet je gewoon alle boxen breken en de gem halen. Maar probeer het level voor de timer te halen om de andere gem te krijgen. Maar ja, dat mij nu niet is gelukt, omdat ik graag in een mijn boorde. Moet ik even alle boxen zien te breken. Mis. Bonus round. Simpel, spin dit, spring op deze. Is niet zo moeilijk. Moet ik wel valappels meenemen. Oké, en hop. De spin. En door. 2 extra levens, nice. Go. Oh, dit is gemeen. Oké, ik heb een tweede boeken. Oké. Boost. Maar ja, gelukkig had ik een boeken. Of het soort in het afging. Oké, neem nu even deze route. Om deze verschrikkelijke planten weg te halen. Vooral deze twee. Plus de boxen. Die je natuurlijk nodig hebt. Weer extra leven. Zit op 64. Wauw. Hij gaat snel. Oké, en we gaan door. Boos. Oh nee, dit is vervelend. Als hij... Oh, oké. Okay. Dag, als hij uithaalt, dan moet je...
te wijken. Oké. Dan hebben we de jump. Van alle boxen. Iets moeilijk. Nu komt het moeilijke. Op die timer letten, want hier had ik het meeste moeite mee. Ook voordat ik ging proberen, ik moest het een paar keer doen. Ik heb daar geloof ik 2 dagen over gedaan om die jam met die timer te halen. Dat is echt irritant. Dat is moeilijk. Maar dan moet je natuurlijk niet meteen in het water vallen, want dan ben je boebega kwijt. Hebben we hier. We go on. Zolang je maar niet doorgaat, terwijl die timer bezig is, oké. Ja, ik moet wel mijn jumps goed maken. Nee. Ik wacht hier wel even. Door. En nu ben ik even een beetje voorzichtig bezig. Oké, hoe on earth kon ik dat niet halen? Bullshit. Oké, hierop. En hierop. Door. Gewoon door. Ah. Waarom gaan we eruit? Raak je die rand dan niet? Is ook zeker te ver vanaf. Overeind. Heel vreemd. Maar goed. Bouwen nu. En nu wel. Zal mij wel benieuwen. Oké, jump. Jump. Doe het zo. Oké. Door. Voorzichtig. Oké. Kijk de boebega. Heb je tenminste een hitpoint erbij. Voor dit. Gewoon negeren. Je wilt blijven boosten. Je wilt hier echt doorgaan. De dingen overslaan. De bonus rounds. Want anders gaat de timer weg. En oh mijn god, volgens mij ga ik er dan niet verder. Nee, ik ga er dan niet verder. Want ik moet dan hier echt geluk hebben dat ik niet geheel vergeten word op de klanten. Maar het is echt verre wel onmogelijk. Zie je? En dan is die timer ook weg. Dus dan moet ik eigenlijk hem terugwarpen. En dat vind ik echt vervelend. Dit kan even een tijdje duren. Want ik moet als het ware die boebeka overhouden voor dat punt. En als ik hem eerder van dat punt kwijtraak, kom ik er niet langs en dan red ik het niet op die timer. Daarvoor is eigenlijk die boebeka een level. Niet alleen voor die hitpoint, maar ook voor dat stuk, omdat je daar anders eerst omheen moet lopen. Oké, go, 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 go. Dus zorg ervoor dat je alles ontwijkt. Dus zelfs dat. En dan kan ik weer een warp noemen. God. Ja, dit kan dus even duren. Ja, en anders kom ik hier wel terug. Voor op een later punt. Wat is te doen? Shit! Ik mis. Te goed gejumpt. Oké, go over. Oké, ga je achter hem langs, dan krijg je de meeste tijd. Oh, kom op. En weet je wat? Ik skip het maar even tot het punt dat ik de jam heb. Zodat je me de jam niet te halen. Ik denk dat het wel het beste is. Dus ik zie jullie wel bij dat punt.
Oké. We hebben nog 11, 10, 9. Ah, gewoon een beetje maken. 6, 5. Oké, we hebben de yellow gem. Oh, leuk. Yay. Yellow gem. Yeah. Ik ga even kijken hoe ver we zijn. 7, 7. Oh, 8. Nice. 38% dan. Oké, ik ga even kijken hoe ver we zijn met de recording. Anders sluit ik hierbij af. Dus ik ga even kijken. Oké, ik zie toch alweer 20 minuten al hebben. Dus ik bedank jullie voor het kijken. En de volgende keer gaan we Super All Later doen. Dus bedankt voor het kijken. En tot ziens. Laters.